Dit soort oproepen zijn online gemakkelijk te vinden. Meisjes die al dun zijn en nog dunner willen worden. En die elkaar aanmoedigen om zichzelf uit te hongeren. Ze laten zichzelf straffen of uitschelden als ze toch iets eten. Meedoen in die pro-Anna-scene kan voor die meisjes gevaarlijke gevolgen hebben. En onverwachte risico's. Stuur die foto's op van verschillende kanten van je lichaam. Dan kan ik ook zien waar het vet zit in je lichaam. Pro-Anna-coaches maken eigenlijk misbruik van de kwetsbaarheid van meisjes met anorexia nervosa. Ik wil je helpen met de beste bedoelingen. Maar dan moet je wel zorgen dat je nu naaktfoto's aanlevert. Veel meisjes zijn wel eens onzeker over zichzelf of willen afvallen. Maar voor naar schatting zo'n 7000 meisjes of vrouwen is dat dunner willen zijn een ziekte. Anorexia nervosa. Vaak sluipt het erin. Ouders merken het ook vaak niet. Het begint vaak met stoppen met snoepen, gezonder willen eten. En tijdens het afvallen bij deze meisjes zie je dus dat die stoornis zich eigenlijk ontwikkelt. Je hele manier van denken neemt, wordt eigenlijk overgenomen door die ziekte. Het gevolg daarvan is dat ze zich steeds dikker gaan voelen. Hele strenge gedachten krijgen over eten, over uiterlijk, over gewicht. En afvallen, soms tot hele extreme vormen. En wat kunnen dan de gevolgen zijn? Vreemd genoeg, en dat maakt het ook tot echt zo'n stoornis, ervaren deze meisjes het zelf niet als een probleem. Ze willen graag afvallen en steeds dunner worden. En hebben eigenlijk zoiets van ook naar hulpverleners en haar ouders laten met rust. Ik wil afvallen. Een deel van die meisjes, hoeveel weten we niet, komt in de wereld van pro-Anna terecht. Pro-anorexia. Pro-Anna's moedigen elkaar aan nog minder te eten en delen tips over hoe ze dat doen. Deze meisjes vinden elkaar op speciale sites en fora. En als je die bezoekt, krijg je wel eerst deze waarschuwing. Dat moet namelijk van de overheid. Maar naar wegklikken kom je dit soort teksten tegen. Tot een paar jaar terug waren pro-Anna's vooral actief op dit soort sites. Maar nu is Insta bijvoorbeeld een plek waar mensen met anorexia elkaar ontmoeten. De hashtags pro-Anna en Thinspiration zijn verboden, maar ook makkelijk te omzeilen. Ja, en neem Tumblr. Als je daar op Thinspo zoekt, krijg je eerst deze melding te zien. Maar klik je die weg, dan vind je genoeg Thinspiration. Naomi, nu 24. Zocht toen ze jonger was ook online naar dit soort inspiratie. Het begon gewoon heel onschuldig met een beetje afvallen eigenlijk. Heel simpel. En daar bleek ik super goed in te zijn. Toen kreeg ik ook complimenten op school van lekker bezig Naomi, ga zo door. In principe hoefde ik helemaal niet meer af te vallen. In principe hoefde ik überhaupt niet af te vallen, want het was helemaal niks. Ik had geen overgewicht of iets dergelijks. Maar ik raakte heel erg gefixeerd op de weegschaal. De echte slechte jaren, dat ik echt helemaal van de wereld was, duurde 3 jaar en mijn herstel duurde 5 jaar. Niet meer eten, heel veel bewegen. Ik was echt een extreem geval qua bewegen. Ik zat eigenlijk niet stil. Overgeven, laxeertabletten heb ik wel eens geprobeerd. Ja, een eetstoornis is gewoon wel echt heel eenzaam. Want je gaat naar binnen. Je klapt naar binnen. Ik denk dat andere mensen meer naar buiten klappen. Als je bijvoorbeeld op school bent, dan laat je zien wie je bent, praat je met mensen. Als je een eetstoornis hebt, dan klap je naar binnen. Ik ging voornamelijk op zoek naar van die websites, denk ik, om lotgenoten te zoeken. Omdat ik voelde me niet begrepen en nou ja, zelfs door mijn eigen therapeuten voelde ik me dus niet begrepen. En nou ja, dan maar op het internet. Naomi zocht dus vooral lotgenoten. Maar er zijn ook meisjes die nog verder willen gaan. Zij zoeken een pro-Anna coach. Die hen kan helpen vooral niet te eten. Die coaches die zoeken ze vooral op openbare fora. Daar staat het vol met oproepen van meisjes die iemand zoeken die hen kan helpen bij het afvallen. En die hen zelfs kan straffen als het afvallen niet snel genoeg gaat. En zo'n straf kan bijvoorbeeld zijn dat een meisje zichzelf moet snijden als ze toch iets eet. Ja, je vraagt je misschien af waarom zou je zo ver willen gaan? Erik spreekt veel met dit soort meisjes en legt uit hoe dit bij hun ziekte past. De aantrekkingskracht van pro-Anna zit hem in nou net dat zieke deel van het meisje. Het sluit aan bij de hele strenge gedachten die de ziekte eigenlijk
aan je oplegt over uiterlijk, over eten en gewicht. Meisjes beschrijven dan ook dat ze zich zo overgenomen voelen door die gedachte dat ze op zoek gaan naar dit soort hulp. Pro Anna en zeker Pro Anna coaches die nemen die gedachte als het ware over en worden de strenge meester op het gebied van eetstoornis. Het contact met zo'n Pro Anna coach loopt vaak via Kik. Op die chat-app kan het allemaal anoniem. Maar eenmaal op Kik heeft zo'n Pro Anna coach vaak heel andere bedoelingen. En dat blijkt allemaal uit de eerste resultaten van een nieuw onderzoek. Dat onderzoek mochten wij inzien omdat we graag wilden weten wie er nou achter zo'n Pro Anna coach zit. Kijk even mee. De onderzoekers maakten twee nepprofielen aan van Jisse van 14 en Sarina van 15. Twee Pro Anna meisjes met een afvalwens. Binnen no time werden ze door meer dan 40 coaches benaderd op Kik. Opvallend was ook dat die coaches bijna allemaal direct om foto's vroegen. Om te kunnen checken waar iemand te veel vet had. Bodychecks. Zodra de meisjes aangaven dat ze dat niet wilden, kregen ze dit soort reacties. De onderzoekers waren verbijsterd over de reacties van de coaches. We zijn geschrokken van het aantal reacties van die Pro Anna coaches die hen onder druk zetten. Maar ook het feit dat er zo snel werd gevraagd naar foto's. Soms werd er al binnen één dag gevraagd, kan je foto's sturen? Kan je foto's in ondergoed sturen? Kan je foto's in een naaktfoto sturen? Want anders kan ik je niet helpen. Ja, het is aan jou. Wil je dik blijven? Wil je als een varken blijven? Of wil je afvallen? En als je wil afvallen, moet je precies doen wat ik zeg. Anders gaat het niet werken. Dus zeg het maar. En waar we echt van geschrokken zijn, is dat er ook in enkele gevallen in contact werd voorgesteld om fysiek af te spreken. En er werd ook gewoon niet geschroomd om te zeggen, maar dan moet je wel seks met me hebben. Ik ga jou helpen, maar dan moet je er wel wat voor terug doen. Naast deze chat ondervroegen de onderzoekers tientallen echte meisjes die online naar coaches zochten. Deze enquêtes en interviews bevestigden het beeld dat er mannen achter die coaches zitten. Maar liefst 96% gaf aan dat er werd aangedrongen op foto's, waar in ieder geval 60% aangaf dat het ook om naaktfoto's ging. En zijn die meisjes daar ook op ingegaan? Ja, sommige wel. Dat was helaas ook niet het enige. Een enkele keer werd er ook voorgesteld om fysiek af te spreken. En één meisje gaf daar ook aan, ik heb seks gehad en ik was destijds ook minderjarig. Daar zijn we heel erg door van geschrokken. Oké, dat lijkt dus echt niet te deugen. En in sommige gevallen is het dus ook echt strafbaar. Als het gaat om volwassen mannen die minderjarige meisjes vragen om naaktfoto's, dan kunnen die in theorie natuurlijk vervolgd worden voor bijvoorbeeld kinderporno. Maar ja, dan moet justitie dat wel horen. En daar zit een probleem. Want heel veel meisjes praten niet over hun ervaringen. Wat we uit de eerste resultaten van het onderzoek zien, is dat meisjes zich heel erg schamen voor het feit dat ze contact hebben gehad met zo'n Pro Anna coach. Soms ook denken van, goh, ik heb iets heel doms gedaan. Maar hun gedrag is wel te verklaren uit de kracht van die eetstoornis. Die is zo dwingend en onvrijwillig. Oké, we hebben dus over jonge meisjes met anorexia nervosa die ziek zijn en die online makkelijk inspiratie vinden om nog zieker te worden. En die dan ook nog als prooi worden gezien door mannen met andere bedoelingen. Moet je die hele Pro Anna sites, waar coaches bewust hun slachtoffers kiezen, niet gewoon verbieden? Ja, een paar jaar geleden was daar ook al discussie over en toen is besloten om dat juist niet te doen. De reden, het zou niet te handhaven zijn en geen zin hebben. Tegelijkertijd kan een platform als Insta juist ook weer hulp bieden. En daar speelt Naomi ook een rol in. Toen ik ziek was, wilde ik dat er iemand was zoals ik.
die gewoon zei van zo zit het. Waarom doen jullie allemaal zo raar? Je weet toch zelf ook wel, ja, gewoon straight to the point. Gewoon, dit zijn we aan het doen en we moeten daarmee ophouden. En ja, dat miste ik. En dat heb ik gecreëerd en ik merk dat daar gewoon heel veel vraag naar is, toch wel. En dat had ik eigenlijk stiekem misschien wel helemaal niet verwacht. Op het account plaats ik voornamelijk gewoon een beetje wel persoonlijke dingen ook. Dat vind ik nog steeds best wel lastig af en toe. Dan denk ik van, moet ik dat wel online zetten? Omdat het heel dichtbij komt. Maar dan krijg ik daarna weer een berichtje van, goh Naomi, ik vind het zo fijn dat je dat ook laat zien. Bijvoorbeeld als mijn leven niet zo lekker loopt nu, dan zeggen ze, oh, ik vind het wel fijn om te zien dat een leven zonder eetstoornis ook gewoon niet altijd even lekker loopt. Want ik heb wel nog steeds zoiets van, ja, ik gooi mijn hele ziel en zaligheid en gedachten op het internet. Maar als ik dan weer een berichtje krijg van, god, dit heeft me zo erg geholpen, of dan zie ik dat het 50 keer is opgeslagen, dan denk ik, oké, ja, het is goed. Want wat krijg je voor reacties? Krijg je heel vaak de reactie, vooral in het begin. Ik heb me nooit begrepen gevoeld en jij stuurt mij één berichtje en ik kan gewoon weer een maand door. Verder, ja, ik weet niet. Ik krijg een vraag en ik schrijf en dan krijg ik respons. En vaak is het gewoon echt van, wow, dit zijn gewoon de woorden die ik nodig had. Dat is wel heel bijzonder. Met Naomi gaat het dus inmiddels goed. Zij is genezen van anorexia. En zij probeert andere meisjes die daar nog niet zijn, online te helpen. Mocht jij nou na het zien van deze video hulp nodig hebben, meld je dan vooral even bij je huisarts. Hulp zoeken kan natuurlijk ook anoniem, online. Bij bijvoorbeeld Proud to be Me als het gaat over eetstoornissen. Of bij Chat met 4 als jij ook een nare ervaring hebt gehad met een pro-Anna-coach. Hey, wil je dan meer van dit soort onderzoeken zien? Abonneer je dan even op ons kanaal.